Dan de heer Wantelaar die in zal gaan op de coöperatieve aspecten. Ja, dames en heren, daar hebben we als eerste een mooi plaatje voor. Structuur op hoofdlijnen staat erboven. De hele governance binnen de coöperatie en binnen de onderneming is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Dus hoe is, als het ware, ook de zeggenschap en het toezicht, hoe is dat geregeld? In de ene kolom ziet u met name hoe het geregeld is binnen de zuivelcoöperatie. Dus we hebben dus een 17.000 leden met zeg maar, de daarbij behorende melkveebedrijven. En die 17.000 leden die hebben we dus organisatorisch qua structuur in de coöperatie als het ware in regio's ingedeeld. En dat ziet u ook bij die districten. Er zijn een 21 districten door het hele werkgebied heen. En die vormen uiteindelijk zeg maar de besturen van die districten, de districtsraden noemen we dat, die vormen met elkaar de ledenraad. En de ledenraad ziet u dan dat die bestaat uit 210 mensen. U ziet ook dat wij een klankbordfunctie, en degene die straks wat meer in de details wil duiken in de gesprekken, dan kan dat, zeg maar een klankbordfunctie, en als het ware een stuk toetsie, ook neergelegd in een coöperatieraad, die bestaat uit 21 mensen. De voorzitters zijn er van die districtsraden, die 21 districten. En we hebben een bestuur van 9 melkveehouders. En vervolgens hangt daaronder, het is maar hoe je het uitdrukt, maar zeg maar de coöperatie, de UA, zoals dat dan met een mooi woord heet. Maar de coöperatie waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Vervolgens ziet u in de andere kolom de onderneming met een algemene vergadering van aandeelhouders. En feitelijk wordt dat dan uitgeoefend door het bestuur, maar heel nadrukkelijk. Zou je kunnen zeggen, de rol wordt vervuld door de ledenraad. We hebben dat ook in de statuten goed geregeld, dat er dus een zeggenschap vanuit de vertegenwoordigers van de leden is. Uiteraard is er een raad van commissarissen, en 9 veehouders die ook in dat bestuur van de coöperatie zitten, en een viertal externe commissarissen, zoals we dat noemen. Dus mensen die vanuit andere posities in het bedrijfsleven ook kennis en know-how hebben, dus om als het ware een waardevolle bijdrage te leveren aan het inhoudgeven van een goede functionele raad van commissarissen binnen die onderneming. Dus bestaande in zijn totaliteit uit 14 mensen. En we hebben een directie bestaande uit 7 mensen. En daaronder ziet u dus de NV staan. Dus we hebben gekozen voor de NV-structuur. En daar zal dus vanuit die optiek toezicht opgehouden worden. Ik zei straks wat over die betrokkenheid van de individuele leden, wat dus in feite gegroepeerd is binnen die districten en districtsraden. En in onze gedachten krijgen ook die districten en districtsraden een nog grotere inhoudelijke rol als dat er nu bij de 2 bestaande coöperaties vandaag aan de orde is. Dus die districten die gaan in dat opzicht een hele belangrijke rol spelen. Iets heel nieuws, als u het zo wilt zien, is dat initiatiefrecht. Dat vinden we toch wel een hele goede vondst en ik denk ook heel goed passend in deze tegenwoordige tijd. Dat er minimaal 100 leden die kunnen het bestuur vragen om over een bepaald onderwerp een standpunt in te nemen. Dus we hebben een structuur, we hebben een organisatiemodel. Maar als er dus echt een grote groep van leden is die zegt van wij willen dus heel nadrukkelijk op een bepaald aspect. En u ziet ook een mogelijke onderwerpen hier staan, kwaliteitsregelingen, duurzaamheidsaspecten. Om er maar eens 2 te noemen, dan is daar de mogelijkheid om via dat initiatiefrecht, wat wij ook vast gaan leggen, om zeg maar langs die weg inbreng en invloed uit te oefenen. En heel belangrijk is dat wij in onze verdere opzet, en dan zie je direct ook weer volgende plaatjes terug, maar dat we als het ware een scheiding hebben aangebracht tussen de vergoeding van de melk en de vergoeding voor het kapitaal. Uiteindelijk gaat het om die melkprijs. Hier staat heel mooi boven dit plaatje toonaangevende melkprijs. Nou, daar gaat het om. En dan zult u zeggen, ja, dat is een toonaangevende melkprijs. Nou, onze ambitie is om over onze melk, zeg maar, in de context van West-Europa. En als je het over onze melk hebt, dan praten we over 8,3 miljard ledenmelk. En dat we die, zeg maar, in de context van 45 miljard kilogram melk in Noordwest-Europa, dat wij de ambitie hebben om de beste melkprijs van Noordwest-Europa uit te praten, gemiddeld over uit te betalen, gemiddeld over een reeks van jaren. En dat is onze ambitie en dat bedoelen we met die toonaangevende melkprijs.
Die melkprijs die bestaat uit twee delen. Enerzijds de garantieprijs, dus we zoeken een soort referentiekader op basis waarvan wij kunnen beoordelen of we daar een heel hoog niveau hebben zitten. Nou, dan kom ik ook weer op de techniek, maar dat kan ook in individuele gesprekken. Met de garantieprijs kijken we echt wat toonaangevend is in Noordwest-Europa. En daarnaast kijken we wat er zeg maar, nog extra gepresteerd kan worden door de onderneming. Dat noemen we dan de prestatietoeslag. En dat bij elkaar brengt ons bij die melkprijs. Financiering, ledenfinanciering, dat zal bestaan in twee vormen. U ziet hier staan financiering losgekoppeld van melkleveranties. En dat betekent dus dat er bij uitbreiding van melkvolume, dus als ook het individuele melkveebedrijf er sprake is van uitbreiding van de melkproductie, dat er dan geen extra financieringsinspanning ingebracht hoeft te worden. Dat is denk ik wel heel cruciaal om dat te zeggen. Dus als je kijkt naar die opzet van de ledenfinanciering, dan willen we het kapitaal apart gaan vergoeden, dus los van de melkprijs, en een marktconforme rentevergoeding geven die niet afhankelijk is van het resultaat. Dat zeg ik er ook met nadruk bij. Dus we zullen kijken naar een echt marktconforme rentevergoeding, maar die niet gekoppeld is aan het resultaat van Friesland Campina. Een deel van het eigen vermogen zal ook in de toekomst, dus bij aanvang is dat zo, dat degene wat Kees Schiele straks uitgelegd heeft, wat er gaat gebeuren vanuit dat vermogen. Dus er is een deel eigen vermogen wat komt bij de Campina veehouders vandaan. En in de nieuwe situatie is er ook een deel van het vermogen wat dus op naam staat van de dan voormalige Friesland melkveehouders. Aan dat geld, om het zo uit te drukken, is geen rechtstreekse zeggenschap, CQ, stemrecht gekoppeld. Dat loopt langs de volumes melk die de individuele leden leveren. En wat betreft het ten gelde maken, dus er gaat als het ware niet een soort structuur ontstaan dat het geld alle kanten op kan zwermen, om het maar eens zo uit te drukken. Nee, alleen binnen besloten kring kan het ten gelde gemaakt worden tegen de nominale waarde. Dus er is geen sprake van koersvorming. Hier zie je nog eens in een plaatje aangegeven. Nou, bovenin aanwas 4 reservering. Dus wij willen ook naar de toekomst toe, zeg maar wat betreft vermogen op naam, jaarlijks vanuit de reservering, vanuit als onderdeel van de reservering, een stukje op naam zetten. Om op die manier te zorgen dat ook naar de toekomst toe, langs de financiële lijn, er zeg maar ook binding blijft bestaan tussen leden en die coöperatieve onderneming. Daaronder ziet u staan ledenobligaties vast. Daar beschikken in de nieuwe situatie de melkleverende leden over. Ik heb u straks gezegd, datgene wat er vanuit de Campina ledenbewijzen uiteindelijk in die ledenobligaties vast kan komen. En van zeg maar de bijschrijving op naam ten goede van de Frieslandvoedsleden, dat stuk komt in de ledenobligaties vast uiteindelijk. En dat gedeelte zal dan ook niet verhandelbaar zijn. Het kan gebeuren dat mensen uiteindelijk zeg maar hun melkproductie bij Campina, bij Friesland Campina beëindigen. En dan zal uiteindelijk dat ledenobligaties vast, die zullen doorschuiven naar ledenobligaties vrij. En die dan in de, wat ik straks zei, beperkte kring ook vrij verhandelbaar zijn. Daar zullen we een systeem voor organiseren. Kijken of daar een bank of andere partij ook bij betrokken moet of kan wezen. Maar om op die manier zo soepel mogelijk die handelsfunctie te kunnen laten functioneren. Nogmaals, ik denk dat het niet verstandig is om nu op de techniek uitgebreid in te gaan. Maar dit is even in grote lijnen datgene wat wij voor ogen hebben wat betreft die financieringssystematiek. Kijk ik nou eens even naar voor mij het laatste plaatje. En ik zou bijna zeggen, dat is eigenlijk het mooiste plaatje om uit te leggen. Hè? Dus misschien niet voor u als journalist, zeg ik dan een beetje ondeugend. Maar voor leden wel, want dit is natuurlijk eigenlijk waar het voor de leden melkveehouders echt met name om gaat. Die waardecreatie, hoe komt die tot stand en waar bestaat die uit? Nou, in onze ogen bestaat die duurzame waardecreatie voor de leden. Die bestaat uit melkprijs, die bestaat uit kapitaalvergoeding en reservering op naam. En als je dus kijkt naar het, zeg maar naar het plaatje, dan zie je waar die melkprijs uit bestaat. Die bestaat uit de garantieprijs en een prestatietoeslag. Daarnaast voor datgene wat hij aan financiële middelen
op naam bij die onderneming heeft staan, daarvoor krijgt hij een kapitaalvergoeding. En elk jaar wordt ook nog een stukje gereserveerd op naam en in de algemene reserve. En ook dat algemene reserve, wat daarin geïnvesteerd wordt, is ook heel essentieel. Want dat bepaalt in feite ook de duurzaamheid van deze coöperatieve onderneming naar de toekomst toe. Dus dat alles bij elkaar, praat je dus over de geldstroom naar de leden, plus die totale reservering, ook dat stukje naar de onderneming toe. En dat bij elkaar, zeg ik met enige trots, noemen wij de waardecreatie voor onze leden. Zien we het. Dankjewel Kees. Ik heb dan tot slot nog een laatste sheet. Dat is, heeft te maken met hoe nu verder, de vervolgstappen. Ik heb vanochtend al eerder gezegd, we hebben een fusieovereenkomst. Die hebben we gisteren besproken met de ledenraad en algemene vergadering. Die gaan we de komende 14 dagen, kleine 3 weken, voorleggen aan onze leden, zowel bij Campina als bij Friesland Foods, in een ruim 100 vergaderingen. Daar hopen we op een hele constructieve manier met onze leden over te spreken. Als wij dat hebben gedaan, dan hebben wij op 7 mei een besluitvormende vergadering bij beide coöperaties, door de ledenraad en de algemene vergadering van de coöperaties. En als dat besluit wordt genomen, dan komen we in een volgend traject, dat is vanaf mei tot het najaar, u ziet het hier ook staan, overleg met de mededingingsautoriteiten, advies van de ondernemingsraden, zal aangevraagd worden en zal dan uitgewerkt worden en er wordt begonnen met de integratievoorbereiding. Wat betreft het besluit van de Europese Commissie, wat betreft de mededinging, verwachten wij niet eerder dan in het vierde kwartaal van dit jaar. En dan zal vanaf dat moment ook de werkelijke integratie plaatsvinden van de onderneming en van de coöperaties. Dus dat zal niet eerder plaatsvinden dan in het vierde kwartaal als wij de goedkeuring hebben van de Europese Commissie wat betreft mededingingszaken. Dat wat betreft het vervolgstappen van het fusieproces.